We gaan even praten over de nieuwe bisschop van Rotterdam. Want die is vandaag benoemd. Om 12 uur werd bekendgemaakt dat de paus Hans van de Hende heeft benoemd tot bisschop van het bisdom Rotterdam. Ik ga erover praten met cultuurtheoloog Frank Bosman van de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag, Frank. Ja, goedemiddag. Hallo. Ja, is dat een verrassing, Hans van de Hende? Nou, ik vond het eigenlijk geen verrassing. En ik denk dat het voor heel veel mensen geen verrassing is. Zijn naam zoemde eigenlijk de afgelopen 2 weken steeds nadrukkelijker als mogelijke kans hebben op de zetel van Rotterdam. En ik denk dat het maar heel weinig mensen vandaag verbaasd heeft. Ja, ik begreep dat er nog 2 haas in de running waren. Wie waren de andere 2 namen die genoemd werden? Ja, de namen van Ad van der Helm, de pastoor uit Den Haag. En Hendricks, de rector van Groot Seminarie in Haarlem, Voogdenzang, die 2 werden ook genoemd. Ja. Dus het was de strijd van de 3 haas. De 3 haas en Hans van der Hende heeft die strijd gewonnen. Nou zit Hans van der Hende nog maar 4 jaar in Den Bosch. Daar heeft Breda, 10 Muskens opgevolgd. Ja. Is dat niet heel snel? Ja, het is eigenlijk heel snel en was ook eigenlijk het belangrijkste argument voor de boekmakers om te zeggen, het zal van der Hende wellicht niet worden, want die zit nog maar heel kort op zijn post in Breda, maar tegelijkertijd zie je ook als je wat verder kijkt dan in Nederland, dat het wel vaker gebeurt dat bisschoppen onderling doorgeschoven worden. Ook in Frankrijk zie je dat geregeld gebeuren en ja, daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Ja, en is dat dan een promotie als je doorgeschoven wordt van Breda naar Rotterdam? Nou ja, in de kerk praten we natuurlijk liever niet van promoties, dat zal u begrijpen. Maar ja, je kan natuurlijk wel zeggen dat het bisdom van Rotterdam heeft natuurlijk wel een bepaald aanzien. Hè. Vaak wordt Rotterdam levert ook vaak de nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Terwijl dat in deze huidige kerkpolitieke situatie waarschijnlijk niet het geval is, omdat het eigenlijk ook net benoemd is. Maar het is ook het bisdom van de haven. Het is van Den Haag het regeringscentrum, de diplomatenstad, de nuncius zit er. Dus het hele bisdom Rotterdam heeft wel een bepaalde signatuur, een bepaalde status. Ja, Fiekmeijer? Er werd gefluisterd, althans we hoorden vanochtend op de radio, dat Van de Hende niet echt een populaire volksbisschop in Breda is geworden. Is daar iets over te zeggen? Nou ja, hij moest inmiddels op tegen de nalatenschap van Tini Muskens, die natuurlijk een uitermate populaire volksbisschop was. Hè, zoals Monsignor van Luyn altijd tegen de populaire beer heeft moeten, of de herinnering aan de populaire beer heeft moeten opboksen. Dus ik denk dat Van de Hende geen ijzervreter is. Maar als je natuurlijk Tini Muskens voor je gehad hebt of bisschop, daar valt bijna niet tegen op nee. knokken. Nee, wat is het voor man, Hans van de Hende? Nou, het is een hele slimme man. Hij heeft trouwens aan dezelfde faculteit gestudeerd als waar ik op dit moment werk. Ja. Dus wat dan, dan moet het wel een goede denker zijn. Wat wou je daarmee zeggen? heel veel. En hij heeft zijn sporen natuurlijk ook in het Groningse verdiend. Het is ook wel een goede bestuurder. Ik denk dat hij ook in het Rotterdamse waarschijnlijk ook qua karakter misschien wat beter op zijn plek zal kunnen geraken dan in het Breda's. Hè. Het zuidelijke cultuurkatholicisme is toch van een ander genre dan het katholicisme in het noorden van het land. Dus wellicht dat hij in ook Rotterdam wat beter aard en wat beter aansluit bij de katholieken al daar. Nou is het natuurlijk altijd de vraag die wij willen weten. Conservatief of progressief? Nou, ik denk dat je tegenwoordig geen bisschop meer kunt worden als je progressief bent. Dus daarmee zeg echt waar? Jij. Femke Halsema? Is dat echt waar? Ja, nou ja, de tijd van de grote polarisatie tussen links en rechts en conservatief en progressief, die hebben we eigenlijk al 2 decennia achter ons gelaten. En we kunnen zonder dat ik er enige smacht of smaad om heb constateren dat de conservatieve vleugel in ieder geval in Nederland op dit moment aan de bovenkant ligt. En ik denk dat op dit moment door de huidige Vaticaanse leiding alleen maar bisschoppen benoemd worden die een bepaalde conservatieve, behoudende, restauratieve lijn voorstaan. En Van de Hende hoort daar zonder meer bij. Ja, Harry Otter? Ja, ik kan me daar wel in vinden. Ik ben zelf Bredaner van geboorte. Dus ik ben opgegroeid in het zuiden waar je joie de vivre hebt, ook bij de bisschoppen. En ik vind echt dat toen ik op een gegeven moment naar het noorden van Nederland verhuisd ben, dat de bisschoppen en überhaupt de hele katholieke kerk in het noorden van Nederland eigenlijk veel protestanter is dan het katholieke zuiden. En ik vind de huidige paus, vind ik eigenlijk ook een typisch voorbeeld van, dat zou ook een protestants leider kunnen zijn, denk ik. Nou, meneer Otter toch. Ik ben niet voor niks van Den Haag naar Den Bosch toe verhuisd. Het zuidelijke katholicisme staat mij qua
karakter ook veel meer aan. Omdat in het noorden wordt leven en leer vaak op één lijn gesteld. Hè? Dus het leven moet precies gelijk zijn aan de leer. Terwijl in het zuiden er toch veel meer begrip is dat er tussen leven en leer allerlei menselijke ruimte mogelijk is. Frank, nog één vraag tot slot. Hoe valt die benoeming, denk je, in katholiek Nederland? Onder de gewone katholieken, ja? Ik denk goed. Ik denk, Van der Hende heeft niet een heel erg duidelijk mediaal profiel. Dus de meeste mensen zullen zeggen, oh, dat is de bisschop van Breda. Ik denk dat het vrij geruisloos zal gaan. Oké, dankjewel Frank Bosman over de benoeming van de nieuwe bisschop van Rotterdam, Hans van der Hende. Heel graag. Zometeen na het nieuws van...